Fernandez Bottling NV zal over enkele maanden minder afhankelijk zijn van de import van producten uit Trinidad en Tobago. Hoewel het bedrijf door moeilijk vaarwater is gegaan, zijn nog steeds alle werknemers in dienst. Dit zegt waarnemend directeur Alvin Venetiaan. En het vorig jaar juni is Fernandez Bottling getroffen door een grote brand. Onze meest optimistische planning is om in het derde kwartaal een nieuwe fabriek neer te zetten. Nog niet met dezelfde capaciteit als de fabriek die net verbrand is. Maar dat we wel zeg maar in de orde van op zijn minst de helft, hopelijk zelfs 70% van het normale volume weer hier kunnen produceren. Nogmaals, het meest optimistisch, want er moet een hoop gebeuren, is dat dat in het derde kwartaal een feit moet zijn. Venetiaan zegt dat er weinig te doen is aan de verhoging van de prijzen. Vooral omdat het bedrijf nu afhankelijk is van de import. Hierdoor zijn we ook geconfronteerd met de kostenfluctuatie die in elke sector voorkomt bij verschepingen. Dus we zitten in een moeilijk parket. Ik kan geen koffiedik kijken. Ik hoop dat die kosten van verschepingen wat omlaag komen, zodat we niet verder hoeven te verhogen. En de brand zelf, afgelopen tijd is er niet zoveel over gesproken. Er waren dus werkzaamheden waarbij zakken zijn opgeruimd. Is het inmiddels gebleken wat mogelijk de oorzaak is geweest van de brand die heeft gewoed hier op het terrein? De precieze oorzaak hebben we niet kunnen vaststellen. Er was rond die periode wel een verhoogde statische elektriciteit in de lucht, in de omgeving. Dus er zijn scenario's waarbij dat als oorzaak geïdentificeerd zou kunnen worden, maar het is niet vastgesteld. Venetiaan zegt dat de snelheid waarmee de brand om zich heen greep de reden was waarom de hele productieplant naar beneden moest. Hij geeft aan dat de groene en rode softdrinks, waarnaar er grote vraag is, de volgende week weer verkrijgbaar zijn.